Mijn naam is Joep Driessen van Zetvice. Samen met Jan Hulsen hebben wij het bedrijf opgericht. Zijn we begonnen met koesignalen. En uiteindelijk de doelstelling was, wat wil de koe? Wij keken naar koeien en we zagen dat het bij een aantal bedrijven heel goed ging en bij een aantal bedrijven heel matig. En vooral kreupele koeien en gewonde koeien, kapotte hakken, dat heeft mij ontzettend verbaasd en daar werd ik niet blij van. Dus toen zijn we begonnen met een training met 10 boeren in de stal, koesignalen, kijken naar de koe. Nou, dat bleek een enorme schot in de roos te zijn. Boeren leren ontzettend veel van elkaar. En wij faciliteren dat door gewoon hele goede vragen te stellen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een boek, koesignalen, cow signals. En daarmee liggen we nu in 25 talen over de hele wereld. En we hebben inmiddels ook 130 trainers opgeleid die zeg maar, ons concept nu verder brengen in hun landen, in hun taal. De boodschap is, kijk naar de koe. De koe die wil 1 vreedpack per koe, die wil een zacht lichtbed en die wil een stressvrije afkalflijn. Een kraamhotel, zeg maar. En dat zien we alleen bij de beste 5% boeren in de wereld. En de rest is nog heel veel te leren. Dus zeggen wij van jongens, begin nou met naar de koe kijken. Voer, water, licht, lucht, rust en ruimte. Dat is de koesignalen diamant. Als je die 6 dingen verbetert, dan kom je heel snel tot gezonde koeien. Dus op deze manier werken wij tot gezondheid van mens en dier. En we hebben gezegd, well, happy cows, happy farmers, dat willen wij bereiken. En dat is koesignaal. Cow signals learn and earn. Koeien verdienen een langer en beter leven. Veehouders verdienen meer arbeidsplezier en een goed inkomen. En samen verdienen we het respect en de waardering van de samenleving. Zetvice, happy cows, happy farmers.